Jill Scott. Carly's in there. Will it drop to Jill Scott? Yes! Jill Ik dacht dat ik ooit een hele week met een voetbalploeg zou optrekken. Nooit. Tot iemand me zei, waarom ga je niet eens aankloppen bij de Red Flames? Iedereen kent de Rode Duivels, maar wie kent de Nationale Vrouwenploeg? En zo stap ik op een dinsdagmorgen dit hotel binnen, voor een week vol verrassingen. Hallo, ik ben Aline. Dag Aline, ik stel jullie voor Catherine, dus... Eerste selectie voor Catherine. Dank u. Voilà, jullie krijgen uw equipement. Ja? En dan... je moet nog iets voor ons doen. Wat moet ik nog voor jullie doen? Iets speciaal, dat is de traditie bij de ploeg. Dus je moet ofwel dansen ofwel zingen. Ah, ja. Ik mag dus gewoon dansen zonder gewoon muziek. Gewoon dansen zo. Zonder muziek ook, dat mag. Maar je krijgt 20 minuten of een half uur, want we gaan zoiets eten. Dus, dus ik wil even iets, nadenken. Iets in te studeren. Oké, okay, wow. Dank okay. Wel daarvoor. Voilà. Super, dank u. Maar wat wordt er meestal gedaan? Of je danst of je zongen? Een liedje gezongen. Nou, ik zeg het een keer. Iedere nieuwkomer bij de Red Flames moet een liedje zingen. Dat ritueel bestaat ook bij de Rode Duivels. En er zijn nog gelijkenissen. Zowel de Duivels als de Red Flames spelen in mannenshirts. Ja, dat zou je in mijn broek steken of eruit. Het is niet bepaald een vrouwsnet, zeg maar. Het is een beetje te groot ook. Het is ook niet echt getailleerd. Dat is misschien niet nodig als je met voetballen getailleerde truitjes, ik weet het niet. Kijk, ik voel mij wel al direct in sportmodus, zeg maar. Ik voel me al één van hen. Voilà. Schoon, hè? Het is een beetje te groot. Klein beetje maar. Ik mag een beetje zitten. Ja. Ja, hè. Klein beetje te groot, maar dat is niet erg. Dat probleem hebben wij ook altijd. Ja? Nooit gepast. Nee, het valt nog mee. Jullie hebben bredere schouders dan ik, hè. Dus... Nee, een S. Nee, een M. Het is een M. Jullie hebben een S of zo. Ah, er was nog een M over. Oké. It is time for the show. Ik ga een liedje zingen zoals ik mij nu voel. Dat omschrijft perfect zoals ik mij nu voel op een stoeltje met een banaan. jullie zullen het waarschijnlijk allemaal kennen. Het is getiteld Klein Klein Kleutertje. Klein Klein Kleutertje, wat doe je in mijn hof? Je plukt er alle bloemetjes af, je maakt het veel te grof. Mamaatje die zal kijven, papaatje die zal slaan. Klein, klein kleutertje, laat alle bloemetjes staan. Voilà. Dank je voor de aandacht. De Red Flames spelen eind deze week een hele belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap. Om zich te kwalificeren zouden ze moeten kunnen winnen, of minstens gelijk spelen. Maar de tegenstander is Engeland, een van de sterkste teams ter wereld. Mijn nieuwe teamgenoten lijken niet onder de indruk. Ze zijn met 19 en hun gemiddelde leeftijd is 24 jaar. De coach van de Red Flames is, zoals bij 93% van alle vrouwenvoetbalploegen ter wereld, een man. Yves Cerneels werd in 1997 kampioen van België met zijn club SK Liersen. In balbezit komen, proberen, belangrijkste eerste zaak, zo snel mogelijk omschakelen vooruit. Zij gaan ook echt centraal spelen, zoals we gezegd hebben met de Engelsen. Als we rechts zijn, laat heel veel ruimte aan de links. Dus als je voelt dat het vast zit, andere kant, via centraal, achteraan, zonder balverlies. Vooral die ballen centraal spelen, let daarop dat je die niet verliest. Heb je het een beetje gevolgd? Ken je er iets van? Ik ken er totaal niks van. Totaal niks van. Dus probeer het in lekentaal uit te leggen. Heel simpel, we hebben vandaag een beetje getraind als we de bal niet hebben vrijdag en wanneer we het wel hebben. Ja?
En het gaat belangrijk zijn vrijdag als we de bal wel hebben, van heel snel terug goed te staan in positie als we het hem niet meer hebben. Ja. Dus als we het hem moesten verliezen, hopelijk niet te veel. Ja. En dat was nog wel een punt dat ik niet echt optimaal vond. Yves houdt zich bezig met de veldspelers. Ik leer hier allemaal nieuwe termen. De drie doelvrouwen van de ploeg worden intussen apart getraind. Het gaat er stevig aan toe. De jongste van de drie zal deze week mijn heldin worden. Justine is amper 18 en een hele grote speelvogel. Hier toont ze me wat een busy penalty is. Justine zal vrijdag tegen Engeland in het doel staan. Justine, we doen even zes kelder. Ja. Je mag gaan liggen. Ja. Kom, kom, kom. Hup, en door. Oké, geen nog. Kom, 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 kom. De 10 seconden bezig. 11, 12, 13, 14, 15. Is er ook een groot verschil tussen vrouwen- en mannenvoetbal? Voor mij niet zoveel. Bijvoorbeeld vandaag, de tactische richtlijn, ja. Als dat een mannenploeg zou zijn, zou dat niet veel verschillen. Ja, maar waarom bijvoorbeeld? Waarom voetballen mannen en vrouwen dan niet in één ploeg samen? Op dat gebied hebben we natuurlijk de bouw van een vrouw is anders. Vrouwen zijn trager? Vrouwen zijn trager. Een man heeft meer snelheid. En tot 13, 14 jaar gaat dat soms. Sommige meisjes kunnen die stap langer volhouden. Ja. Maar ene keer dat ze volwassen worden, ja, die kracht en snelheid, ja, dat is gewoon een verschil. Dus ja, dan is dat moeilijk om dat samen te doen. Dus eigenlijk is mannelijk voetbal spectaculairder? Nee, dat ga ik ten eerste zeker niet zeggen, maar ik vind dat ook niet altijd. Ik kijk heel weinig naar mannenvoetbal. Ik ben elke week naar vrouwenwedstrijden aan het kijken. Maar ik ben persoonlijk ook zelf heel hard geschrokken van het tactisch meedenken dat zij ook kunnen. Ja? En om dan ook een verschil aan te halen, een vrouw denkt daar nog meer over mee als een man. Ja? Een man zou rapper zeggen, ja oké, dit is goed. En dan, ja oké, ik kan mijn match wel spelen. Ja. Een vrouw die zegt, ja maar... Als dat dan gebeurt, dus, en dat houdt in principe mij als coach ook heel scherp. Omdat, ja, nee, ik hou ervan dat je er moet kunnen over discussiëren. Dus. Ja, ik heb zien dat je dat doet, hè, dat we zien wat voor coach dat je bent. Hè. En zien we jou dan graag? Dat is misschien ook een verschil. Mannen buiten vrouwen. Ik kan me voorstellen, een mannelijke coach die voor hen zorgt ook, die soms hard kan zijn, dat ze die vraag niet meer zien. Of is dat heel zakelijk? Dat moet zo, dat moet professioneel zijn. Dat is de basisregel als je denk ik een vrouwenploeg traint. Maar in feite zijn we allemaal vriendinnen, maar op een professionele manier. Zoals elk team hebben de Flames ook een vedette. Tessa Wullaert voetbalt bij de Duitse topploeg Wolfsburg, de club waar ook Kevin De Bruyne speelde. Tine Schrijvers raakte dan weer pas op het allerlaatste nippertje bij de selectie. Hallo Tine. Wist? Ja. Ça va? Is het gegaan op training? Ja. Ik heb hem gekeken. Dat een beetje gezongen. Na de training moet Tine Schrijvers verzorging krijgen. Met haar stevige verzameling tattoos zou ze evengoed een rode duivel kunnen zijn. Maar de tattoos staan er niet voor de versiering. Ze wil er God mee bedanken voor de tweede kans die ze kreeg. Mijn carrière was eigenlijk wel voorbij. Vorig jaar hebben ze tegen mij ook gezegd dat ik nooit prof of zelfs normaal zou lopen, zou een probleem zijn. Is het waar? Ja. Dat heb ik in Amerika opgelopen, die blessure. In Amerika? Waar dat je... Daar heb ik 4 jaar gezeten, 2 jaar in Memphis voetbal gespeeld en dan nu 2 jaar in Tulsa, de Hurricanes. En daar, tijdens een match in augustus 2012, dat weet ik wel, in kwetsuur opgelopen. En toen hebben ze foto's genomen en zeiden, er is eigenlijk niet veel aan de hand. En dan ben ik doorgespeeld, inspuiting, cortisone. Ja, op een gegeven moment zelfs elke dag met cortisone. Op een gegeven moment had ik de twijfel. En dan... Ja, ik zat bij les aan het stappen was. Ineens, ik voelde een krak. En ik voelde mijn voet. Dat is precies 2 aparte stukken. Zou ik maar zeggen dat, ja, dat was niet natuurlijk. Toen ik wakker werd na de operatie, voelde ik mijn voet niet. Ik kon mijn teen niet bewegen. Ik was in paniek. Mijn wereld is toen echt helemaal ingestort. En mijn vrienden hebben dat gezien, mijn familie. Die hebben mij, want ik heb toen een neurose gezeten. Echt, moeten niet alleen voor het neurose, maar ook door in het leven.
voor mij was het ging omdat ik al zoveel had afgezien en iemand dat dan tegen u zegt van alles waar je voor gewerkt hebt. Dat zal ook nooit meer. Ja. En nu sta je hier. En nu is het ja, mirakel. Ben je nu het gelukkigste meisje ter wereld? Ja, ook heel goed zo, ja. De volgende morgen vertrekken de Red Flames naar Engeland. Ze moeten er spelen tegen de vierde beste ploeg ter wereld. België, met een keeper van amper 18 jaar, staat op de wereldranglijst pas 28ste. Wanneer ben jij eigenlijk beginnen voetballen? Beginnen voetballen ben ik op mijn 3 jaar. Op je 3 jaar? Ja, met mijn broertje mee. En ben je dan direct gegaan voor keeper? Nee. Ik ben nu, mijn 6e jaar geleden, ben ik keeper geworden. Ik ben altijd spits geweest eigenlijk. Ja? Ja. Maar ja, het is eigenlijk op een heel rare manier gekomen. Gewoon het feit, onze keeper was ziek bij mijn jongensploeg toen nog. En ik had gezegd van ja, kijk, ik zal wel in de goal gaan staan, matchje. En op die moment is STVV, de dames, komen scouten omdat in mijn laatste jaar dat ik bij de jongens mocht voetballen. En die heeft gezegd van ja, je mocht komen. Omdat ik, ja, ik zeg dat zelf, ik ben een zot die naar elke bal springt. Is dat? Ja, ik weet dat van mijn eigen. Sommige mensen noemen dat gewoon talent. Ja, dat kan ook. Maar ik denk dat je als keeper ook, hoe zeggen ze dat, een vijs moet los hebben. Ja? Je wordt bekogeld eigenlijk. Je moet echt gewoon gaan. Knop omdraaien en gaan. Soms is het een bal tegen je gezicht of zo en blijven doorgaan. Dus. Bij aankomst in hun hotel in Engeland helpen alle Red Flames met de valiezen. De Rode Duivels hebben 4 materiaalmeesters om dat te doen. De Red Flames, niemand. Wie niet helpt, moet een liedje zingen, hebben ze me gezegd. Je kan dus ook maar beter helpen. Ik vraag me af dat ze nog een match kunnen spelen. Dat is wel een training op zich, hè? Ja, toch? Ja. We kunnen dat altijd doen. Meestal wel, ja. Ik zie dat ze ook wel een beetje van die zin. Nee, ik ook niet. Je moet wel eens vragen, kan wel. Het is wel grappig, moet ik zeggen. Ik zeg, ik heb daar een mond. Oké, we started upstairs, so we thought that it was. Hey, is dat niet sneller met de trap in? Wel, die kan niet. Dus dat is klopt. Straight down. En dan gaan we schuiven. Van de 19 flames die mee zijn op deze trip, kunnen er 3 leven van het voetbal. Ze verdienen 2 tot 3000 euro per maand bij buitenlandse ploegen. Veel meisjes studeren nog, anderen werken als maatschappelijk assistenten of bij de politie. Was je al heel vroeg into voetbal, zeg maar? Ik ben begonnen als ik 5 jaar was, dus dat is ondertussen al 18 jaar geleden. En toen was dat nog meer een cliché eigenlijk voor een meisje om te beginnen voetbal. Daarom dat ik ook eigenlijk bij de jongens ben begonnen. Omdat dat zo via de speelplaats eigenlijk altijd bij de jongens voetbalt dan. En zo begon. En hoe werd je daar dan bekeken, zeg maar? Want je bent ook echt wel een meisje, hè? Nee, de jongens hadden daar eigenlijk geen probleem mee. Dat is eigenlijk maar begonnen tijdens de puberteit bijvoorbeeld. Dan zie je die verschillen ook meer en dan beginnen jongens ook van ik moet hier op de bank zitten voor een meisje bijvoorbeeld, dat kan toch niet en meisjes moeten toch niet voetballen. En dan was het eigenlijk de moment om over te stappen naar een vrouwenploeg. Ah, tof. Ja, we hebben ook nog samen gevoetbald in dezelfde ploeg. Ja. En waar hebben jullie samen gevoetbald? Bij Anderlecht. Altijd bij Anderlecht. Ja. En nu speel jij in Zweden? Ja, klopt. En jij speelt? Bij Wolfsburg, dat is wel een naam. Ja. Kan je daar eens een concreet voorbeeld van geven, van hoe je eigenlijk behandeld wordt in Wolfsburg bijvoorbeeld en hier, hoe verschillend dat is? Ja, ik denk dat er daar toch frappante voorbeelden van zijn. Bijvoorbeeld, een recent voorbeeld, vorige week waren we naar Italië geweest en met Wolfsburg voor de Champions League, want bijvoorbeeld een privévliegtuig. En als we terugkwamen, moesten we zelfs niet terug naar de luchthaven. De bus stond gewoon geparkeerd naast het vliegtuig eigenlijk. Dus dat was gewoon overstappen en naar huis. Hebben jullie trouwens een vriendje?
of een vriend? Ja. Ja? Allebei. Okay. Allebei? Zijn ze dan super fier op jullie, kan ik mij voorstellen? Denk ik wel. Ja? Ja. Zijn het zelf voetballiefhebbers? Ja? Ze voetballen allebei. Ja. Ze voetballen allebei. Ja. Alleen voetbalt hun vrouw of hun vriendin beter dan henzelf. Dat gaan ze niet graag horen, maar... Nee, dat geven ze niet graag toe. Maar het is wel zo, het is wel, het is wel straf eigenlijk, hè? Ja. Het is donderdagmorgen. De Flames hebben intussen mee respect afgedwongen, moet ik zeggen. Met wat ze vertellen. Met hoe ze eruit zien. In topconditie. En met hun zelfvertrouwen. Morgenavond spelen de Red Flames wellicht hun belangrijkste wedstrijd ooit. Maar ze blijven ongelooflijk cool. Ik ga het slechtste naar willen halen, Katharine. Beetje werken nog, denk ik. Hè? Beetje werken, hè. Ik vind dat de meisjes echt een goed evenwicht kunnen bewaren tussen frivoliteit en plezier en ernst. Ik heb de indruk dat ze nog altijd vrij relaxed zijn. Ik heb het ook al een aantal gevraagd en zeggen effectief van op z'n van nog. Het is pas tijdens de opwarming het gaat beginnen dat de spanning echt komt. Dus ja, ik ga zien of ze dan echt anders zijn. Ik ben benieuwd. Het zijn wel erg intensieve oefeningen, hè? Het zijn benijdige oefeningen. Als je niet in orde bent, wel. Ja. Als je in orde bent, zouden we moeten meevallen. Dus dat kunnen we langs twee kanten bekijken. Dat zou niet mogen. Het is morgen match, dat zou niet mogen. Het zal die morgen moeten zijn. Of alleen het duel laten aangaan. De staf van de Flames moet beslissen wat morgen de tactiek zal zijn. Dus hier hebben we één beeldje geselecteerd van als zij worden gepasseerd. Dat het in feite niet echt veel compassie met een tegenstander hebben ze niet. Dus de Rode zijn Engeland. En is het haalbaar? Heb je zoiets van... Maar ze zijn zeker de evenknie van Engeland qua intelligentie. Het gaat gewoon op de tas komen. Wij gaan volgens mij onder druk komen. Maar wij gaan kansen hebben. En die 3-4 kansen die we hebben, daar moet minstens één erin zijn. We kunnen niet winnen, dan pak ik vandaag vliegen naar huis. Ja. Dan kan ik niet veel komen doen. Dus, daarin moeten we geloven. Ja. In de vooravond mogen de Red Flames gaan trainen in het stadion waar ze morgen tegen Engeland moeten spelen. Wij zijn niet de enige die komen filmen. BBC zendt de wedstrijd morgen live uit en komt interviews doen. De Flames zijn gefocust, scherp. Maar intussen zit ik wel met een vraag. Hoe komt het eigenlijk dat er zo weinig vrouwelijke hoofdcoaches zijn? Eigenlijk denk ik dat met de sociale status te maken heeft. Als vrouwelijke hoofdcoach moet je ook heel veel opofferen. Ik denk een groot verschil tussen een mannelijke coach en een vrouwelijke coach is... Ik neem nu zaterdag naar huis en ik moet beginnen aan mijn huishouden. Ik moet terug strijken, wassen enzovoort. Terwijl de meeste mannelijke coaches hebben een vrouw om dat eigenlijk te doen. Dat is niet helemaal zo. Dus zij zijn wel degene misschien die de vuilniszak kan buiten zetten, maar die dan eigenlijk strijken en wassen misschien aan iemand anders kan overlaten. En dat is iets gemakkelijker. Dat is volgens jou een van de hoofdredenen? Ik denk het wel. Verdienen de meisjes daar nu eigenlijk aan? Ik kan geen bedragen zeggen, maar ze krijgen eigenlijk dus 3 keer een dagpremie. Dus maximum voor 3 dagen worden ze betaald en een winstpremie. Als ze natuurlijk gewonnen hebben, want... Ja. Dus, en dat is het. En dat is het. En dat is het. En dat is, laten we zeggen... Voor de mannen, de Rode Duivels, krijgen €8.000 per kwalificatie. Maar. Zij krijgen nu, neemt nu, als Engeland allemaal goed verlopen, denk ik dat ze een maximum €600 krijgen. Ja. Bruto. Bruto. Dus dat is eigenlijk een beetje zakgeld? Een beetje zakgeld, dat is waar. Ja. Maar het is daarom dat ik zeg van... Volgens mij, je mag aan elk speelster vragen, waarom ben je hier? Daar gaat niemand zeggen, het is voor het geld. Ook de Engelse ploeg komt in het stadion trainen. Ze zijn met 30 en hebben allemaal een profcontract.
gekregen van de Engelse Voetbalbond. Ze verdienen 30.000 tot 40.000 euro per jaar. Maar dat wil niet zeggen dat de Engelse coach er gerust op is. Well, it's going to be a tough game. I've been really impressed with Belgium. We've certainly got a competitive spirit, a warrior mentality, and that's what we want. We want tough games here. So I'm hoping that we'll get a good crowd and Belgium will come here and really give the game a go, and so will we in a game of football, but most importantly, England win. Are we going to lose tomorrow? Belgium? Yeah. I bloody hope so. So, look, my answer would be I think so. I hope so. But look, there's an every chance that Belgium come here and cause an upset. So we're prepared and ready for that challenge, excited by it as well. How will the score be? What will the score be? Yeah. Oh, I couldn't care less. As long as England win. 10-9, 1-0, 2-0. Doesn't bother me one little bit. England win. Ik heb die meisjes nu nog eens bezig gezien op training. Wat ik zo mooi vind, is dat die spelen puur op passie. Dus die spelen gewoon, die zijn hier in Groot-Brittannië omdat die graag voetbal spelen. Die verdienen daar niks aan. Hè. Dus dat is een en al passie en gedrevenheid. En dat is zo puur. En dat is eigenlijk wat mij het meeste, tot nu het meeste is opgevallen. En ik vind dat heel straf. Met de Red Flames, de Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg. Vanavond spelen ze de belangrijkste wedstrijd die ze ooit hebben gespeeld. In Engeland tegen Engeland. Ik vind het een fantastisch ontbijt dat je hebt. Brie met honing. Ja, dat is een van mijn favorieten. Ik zie iedereen fruit eten en ja, ik pak dat altijd meestal mee naar de kamer of zo, een goedje. Ja. Maar omdat zelfs ga ik nog fitnessen. En dan heb ik niet gegeten met zoiets kleins. Ja, ja. Ik zeg vanmorgen een beetje beteuterd lopen. Een beetje. Oh nee, ik was even ontwakker geworden. Ja, ik heb dat soms nodig. Ja? Ja. Niet goed geslapen? Ja, het is gewoon nog niet met een droom. Is het? Ja, we gaan winnen. Dat is zo gewoon. Die match is overbodig. Dat is al. Nee, serieus. Ik heb er een goed gevoel over. Ja? Juist. Heb jij nog een ritueel? Zo voor de match? Als ik oploop, dan tik ik meestal de grond. Mag ik je kruis steken. Ja? En als ik naar mijn goal loop, dan tik ik mijn drie palen en mag ik ook een kruis steken. Ah, dat je de palen tikt, heb ik wel eens gezien, denk ik. Ja, ja, mijn rechts, boven en dan links. Ja? Ik ben gelovig, zoals ik al gezegd heb. Ja. En voor de wedstrijd, dan bied ik en dan heb ik een klein gebedje. Niet voor persoonlijk, voor mij, maar voor... Ja, zie net de mensen niet gekwetst. Allee, dat is zo algemeen voor de groep. En ja. Ik had nog eens bedenken om mij nog eens een extra dag op het veld te kunnen brengen. Ja. Waar, niet. Allee, waar ik nooit verwacht had. Dus. Rond de middag heb ik in het centrum van Rotherham afgesproken met de kleine delegatie Belgische supporters die vanavond naar de wedstrijd komen kijken. Vrouwenvoetbal is anders, maar totaal. Is het puurder, zuiverder zo? Ik denk dat je dat meer echt kan noemen. Allee, als je het bekijkt soms bij fouten, bij de mannen, zoals Ronaldo of Cristiano Ronaldo, als hij maar een adem voet, laat hij zijn van met veel show. Soms in vrouwenvoetbal moet er dat bloed bij te pas komen en ze lopen nog door het gezicht. Allee, waarom kunnen die dat wel normaal doen en diegene dat ze zo'n show bij geven? Omdat er geld mee gemoeid is. Ja, ook al, ja. Ja, want het verschil in verdiensten is gigantisch, hè? Ja, maar Ernst Louis ook, hè? Als een koning Boudewijn in het stadion kan vullen voor de heren, dat is een orkest van 45.000 man. Aan 30, 35 euro, dat zijn dan de goedkoopste tickets. Moet toch gemiddeld zijn aan een verkoop van al de tickets? 50, 60 euro. Zijn de inkomsten ook al heel veel groter? Of bij de dames en Louis, maar kan me daar. Amper vol. 1000, 1200 supporters. Ja, wij komen ook tickets voor de Flames aan 5 euro. Maal 6.000 euro. Allee. Ja. Oké, stel je voor. Tessa maakt een goal in de allerlaatste minuut. Ja. 1, 2, 3. Ja!
niks. Ik krijg er al een kopstoot. Hier is het ergste. Vier uur voor de wedstrijd worden de Flames bijeengeroepen voor een laatste bespreking. Oké, Engeland vandaag. Ken je al dat programma in Engeland? Match of the Day. Ik heb er vroeger altijd in gezien. Die moeten wij vandaag spelen. Ja? En dan, alles wat je er dikwijls, als je zo eens thuis iets extra moet doen, van verdoemen, en ik zou misschien graag toch eens met vrienden iets doen, maar ik kan extra alleen trainen, ik moet er veel van laten. Laat dat vandaag zien waarom dat je dat doet. Ja? Speel de Match of the Day, maar voor ons, voor België. Het is vrijdagavond 6 uur. De Red Flames komen toe aan het stadion waar ze het zullen opnemen tegen de Engelse Lionesses, de Leeuwinnen. De BBC-commentatoren zitten klaar. BBC is broadcasting live? Yes, yeah, they For are. For us it's really special because we would never broadcast a women's football game live. So the important thing we've written is it's different. Yes, it really is. And I think, you know, the coverage, the media coverage that the English girls have got is excellent. What are the assets of the Red Flames, you think? I think attacking, I think going forward, I think they've got some exceptional players. They've got the Tessa Vulvart, who plays for Wolfsburg. So she's going to be their main attacking threat that the defence is going to have to key in on. But what I also know about this young Belgian side is the goalkeeper's quite young. So I think England are going to test the goalkeeper quite early. And I've seen that she's only got limited caps, so that inexperience right there might help England. Deze jonge vrouw van 18 wordt volgens de BBC onze zwakke schakel. De Engelsen zullen haar zo snel mogelijk onder druk proberen te zetten. Ze proberen haar letterlijk onderuit te lopen. Maar Justine bijt van zich af en wordt steeds beter. In de women's game was against England. First international was against France in 1976. De Engelse doelvrouw doet intussen net het omgekeerde. Oh, dat is een mistake! Absolutely devastated with that. It's just a complete lapse in concentration, complete mistake. Get to see how she reacts to that now. That's a shock. Eerste helft. Heel goed, hè. We staan zoals dat we zeggen. Ons sterkste punt is organisatie en dat staat momenteel echt heel goed. We hebben bijna 45 minuten geen kansen weggegeven, enkel op de stilstaande fase. Moeten we echt heel attent zijn, maar ze lossen het echt heel zelf goed op. Maar goed bezig het dan maar. Ja? De Flames staan 0-1 voor in de belangrijkste wedstrijd die ze ooit hebben gespeeld. Als ze Engeland verslaan, ligt de weg open naar hun allereerste deelname aan het Europees voetbalkampioenschap. Maar zullen ze hun voorsprong kunnen vasthouden tot het einde? Zeven minuten voor het einde van de wedstrijd scoren de Engelsen. Het wordt 1-1. Een gelijkspel is nog altijd een heel goed resultaat voor de Red Flames. Maar nu wordt het wel echt nagelbijten. Tine Schrijvers mag ook even op het veld komen. Need to get it in and quickly. But they won't have time.
5 minutes of his time given, 5 minutes allowed, and no wonder he's celebrating probably the best results in his managerial career. Disappointment for Mark Sampson and England. De Red Flames spelen gelijk tegen de vierde beste ploeg van de wereld. Ik ga altijd mee. Super, hè? Top gedaan. Van een wedstrijd dat jij gespeeld, joh. Ja, van de ganse ploeg, het was echt... Maar je hebt gewoon alles gezien. Ja, maar gewoon de ganse ploeg heeft niet goed te lang geknokt. Dus iedereen is super gespeeld. Fantastisch om te zien. En, maar mijn ogen kan ik toch niet van u houden. Je speelt met zo'n soort van coolness. Ja, uitstraling dat wel, maar van binnen mijn hartje. Is het waar? Sterven niet goed te lang. Ja. Janice, hoe gedaan is dat, jongens? Ik ben niet. Hey, jij was wel de sterren. Ja, die gaan heel de ploeg in stelling. Amai, jong. Echt een super prestatie van heel de ploeg. Ja. Echt top. We hebben echt een super goede match gespeeld. We mogen echt veel doen. Ja. Het is de nummer 4 van de wereld. En waarschijnlijk, hè. Kaffi! Wie is het? Oh! Pak je kaffi met hem. Zou ik samen de klop zien? Hey! Twee dagen later zijn de Red Flames terug in België. Hun geweldige resultaat in Engeland heeft in de media nauwelijks aandacht gekregen. Maar dat zijn ze wel gewoon. Morgenavond moeten de Flames opnieuw spelen. Tegen Estland deze keer. Er wordt niet veel publiek verwacht. Ik vraag me af wat ze daaraan zouden kunnen doen. Meer met hun uiterlijk bezig zijn bijvoorbeeld... Zijn jullie zo voor een match, zijn jullie ook bezig met jullie uiterlijk? Een beetje, maar niet veel. Ja, nee, gewoon. Nee. Nee. Niks, dus, ja, maar je zorgt wel dat je benen onthaard zijn, bijvoorbeeld. Er wordt geen close-up van genomen, dus... Eerdling is ook een neus. Ja, dus het is dus niet dat we espressen nog dat scheermes gaan bovenaan in de kleedkamer als we het vergeten zijn of zo. Nee, nee, totaal niet. Ik denk dat de volledige focus dan gewoon op de match en op de prestaties ligt. Mm. Maar je schminkt je wel voordat je een wedstrijd speelt, schmink je je dan? Ik denk dat ik altijd een beetje mascara opdoe, maar echt schminken, nee. Nee. Dat is ook niet handig als ze dan aan het zweten zijn of zo. Dan is het een woordje een pende. Als ze waterproof is. Hoe kijken jullie dan naar sporten als hockey, meisjes vrouwentennis, waar ze toch wel echt op hun uiterlijk bezig zijn? Hè? Is voetbal dan totaal anders? Staat dat daar buiten? Is dat... Goh, ik denk niet dat het er echt buiten staat, maar eigenlijk wij, soms kent het voorbeeld dat wij tackelen of zo op een veld. En als je dan een rok schaamt, is dat toch minder elegant ook, denk ik. Ook al heb je daar misschien een kleine shortje onder. Ja. Maar ik denk dat, ja, voor onze sport is het gewoon gemakkelijker, denk ik, in een short dan in een rok. Het trainen is gezien. Ja? Ja, zus, zeg, ik ga toch je bril... We zijn hier op de beach, hè, met het voetbalveld. Allee, dat is toch. Oké, wacht, hè. Oh, sorry, dat was daar niemand. Dat was naar haar zijn. Het toffe aan deze vrouwen is eigenlijk, vind ik, dat ze gewoon doen wat ze graag doen. Denk je soms... aan een gezin? Ooit? Ja, tuurlijk eigenlijk. Ja, ja? Dat denk ik. Ja, tuurlijk. Ik ben nu ook 28. Dus dat begint natuurlijk. Ja? Dus ja, tuurlijk denk ik daarover na. Ja. Valt het moederschap te combineren met een carrière als profvoetballer, denk je? Op zich, ik denk het wel. Alleen, je bent natuurlijk wel een jaar uit natuurlijk. Dus dat is altijd heel moeilijk om dan terug te beginnen. Maar het kan wel. En dat zie je ook bij mij in de ploeg. Speelt ook iemand die je mama is. En dan zie je wel dat het heel goed gaat eigenlijk. Dus het is eigenlijk wel grappig. Want in het begin brengt ze dan ook het kindje mee. En voor de training geeft ze dan borstvoeding in de kleedkamer. Dus, is het waar? Ja, omdat het dan ook makkelijker is om dan te trainen natuurlijk. Ja, ja, ja. En dan gaat ze het veld op en dan wordt ze de beste voetballer. Ja, balster. Ja, ja. En dan terug naar de baby. Ja, nog vaak dat de hulptrainer dan eigenlijk met de buggy zo wat staat. Echt waar? Ja, ja, dat zie je bij ons. Dat zie je bij ons niet zo makkelijk, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat dat iets typisch Scandinavië is eigenlijk. Ja. En de kindjes gaan
ook mee aan de fitness en zo in de maxicosi. En dat is echt dat is geweldig eigenlijk, ja. Maar heb je eigenlijk gestudeerd voor je profcarrière? Ja, dus ik heb eerst sociaal werk gestudeerd en daarna heb ik nog criminologie gedaan. Omdat ik toch wel vond dat dat iets makkelijker te combineren was met voetbal dan eigenlijk werk. Dus en ook ja, omdat ik het heel belangrijk vond om een goede opleiding te hebben naast het voetbal. Ik ben nu momenteel bezig met testen, dus voor binnen te geraken bij de politieschool. Dus voorlopig gaat het goed, dus we zien wel. Ja. Ik was vroeger een meisje die had mijn broer nu in een tractor, dat mocht ik te hebben. Dan moest ik daarop zitten. En hij was een voetbal met zijn vrienden. Ik moest meedoen. Want ik begon te schreeuwen. Is dat? En ja, dan lieten ze mij altijd meedoen. En toen hebben ze toch gezien dat ik daar een beetje aanleg voor had. Zeg Davina, wat studeer je eigenlijk? Ik studeer nu ergotherapie. Valt dat een beetje te combineren met het voetbal? Dat is mijn eerste jaar dat ik nu terug begin te studeren. Ik heb 5, 6 jaar niet meer gestudeerd en zo om mijn weg daar terug in te vinden, dat is nog even zo wat moeilijk. Zo, ja. Je moet echt goed plannen van oké, als ik dat uurtje heb, dan moet ik toch proberen iets voor school te doen. Is het morgen met die match, kan je dan je gedachten op het studeren zetten en niet aan die match denken? Kan je dat loskoppelen? Bij mij is dat moeilijk. Ja? Want ja, ik ben nogal heel voetbal-minded en dan denk ik van oké, ik moet morgen, ik moet op tijd mijn badge en of zo, ik moet klaar zijn voor morgen. Ja, maar je moet studeren of je zegt van ja, het is nu 5, 6 jaar geleden dat ik heb gestudeerd. Heb je dan gewerkt? Ik heb eigenlijk een paar jaar een eigen poetsbedrijf gehad. Een eigen poetsbedrijf? Ja, dat deed ik met mijn ouders samen. Oh ja. En ik ben daar eigenlijk mee gestudeerd. Tot omdat ja, wij poetsten vooral na de werkuren en dan ging ik trainen, dus was ik eigenlijk niet meer zoveel inactief. De tweede wedstrijd tegen Estland zou in theorie gemakkelijker moeten zijn. Estland heeft een veel minder goede ploeg. Weet je, het was soms spannend tegen Engeland en ze hebben zo goed gepresteerd en dan zou ik in hun plaats denken, het is binnen. Ik moet niks meer doen. Ja, en dan gebeurden verrassingen natuurlijk. En dan tegen het kneusje van de groep Estland. Ja, ik zou mij moeilijk kunnen focussen, denk ik nu. En ik denk dat dat misschien wel het gevaar is, ook bij hen, denk ik. Ofwel zijn ze zo professioneel dat ze dat geweldig kunnen opvangen. Ik hoop dat natuurlijk. Imke Courtois, de enige Red Flame die bekend is bij een breder publiek, komt samen met mij naar de wedstrijd kijken. Imke kan niet meedoen, want ze is al een heel jaar geblesseerd. Ze hoopt dat ze terug in orde zal zijn tegen het Europees kampioenschap dat in 2017 in Nederland wordt georganiseerd. Als de Red Flames vanavond winnen, worden ze eerste in een EK-kwalificatiegroep. Als er niemand is, blijven staan, dan kunnen we drinken. Schep door! Schep door! Leiden de Red Flames met 3-0. En dan is het moment van Tine Schrijvers gekomen. Na een schietgebedje mag ze invallen en in de tweede helft bewijzen dat ze helemaal terug is. Ja.
Schrijvers bekroont haar invalbeurt met een doelpunt. De Red Flames, of beter België, wint met 6-0. En nu was meer blijdschap. Ja? Ook van blijdschap, man. Ja? Voel het! Ik zeg het deze morgen, ik zeg het gewoon. Ja. Ik zei al 5 minuten, oh, het was niet goed. Was je mooi, ja? Maar het is een tempo, hè? Ja, dat is wel. Dus je scoort van België, hè? Have a little faith in me. Topsport, hè? Ja. Oh, en dat 2 keer op een avond. Ja. Oh, nee, no. Oké. Okay. No.